Weer na de wedstrijd Quick Boys tegen Sporters praten we namelijk Jan Zoutman. Jan, vorig jaar stonden we ook bij elkaar. Toen was het 0-3 in Woerden. Vandaag 2-0 voor. Ik denk dat je op dat moment even lekker op de bank zat. Nou, ja en nee. Ik vond niet dat we echt goed speelden. Ik vond dat we regelmatig te veel ruimte weggaven. Ik vond ook dat we te weinig kansen creëerden. Dus om nou te zeggen dat we echt heel tevreden waren, dat zeker niet. Met wat voor opdracht heb je die jongens pad gestuurd? Je bovenste tegen de onderste, David tegen Goliath. Zo snel mogelijk de eerste goal maken? Ja, maar ja, goed, dat wil je elke wedstrijd. Dus dat is geen nieuws. We hadden verwacht dat de ruimtes in het midden wat kleiner zouden zijn. Dus dat er veel over de zijkanten moest komen. Nou, over de rechterkant lukte dat een aantal keren aardig met goede voorzetten. De eerste goal komt omdat er een middenvelder diep gaat die met een goede bal bereikt wordt. Alleen ik vind dat we daar te weinig momenten van hadden. Ik vind dat we te weinig zijn doorgekomen, met name over de linkerkant. Ik denk dat de eerste kwartier, 20 minuten na rust, dat er geen schot op doel is geweest. Ja, dan wordt het een soort rondo met tikjes breed en tikjes terug. Maar daar ga je de tegenstander niet echt lastig mee maken. Dan maak je de 2-1, Sporters maakt de 2-1. Dan heb je het gevoel van, ik moet wat doen. Nou ja, goed, dat waren we toch wel van plan, los van die 2-1. Want nogmaals, ik vond dat er te weinig diepte in het spel zat. Daarnaast, Philip de Hartog, die komt terug van een blessure. En we hebben Mo Ozeruti achter de hand gehouden. Dus die kwam erin en die kwam er ook best redelijk in. Nou, toen kwam er wel iets meer dreiging in de aanval. Maar ja, en je maakt uiteindelijk ook 3-1. Maar dan loop je weer tegen een heel slecht moment aan. Ja, Hens of niet. Ik denk dat het Hens was. Maar we staan met 3 man eromheen te appelleren. En we vergeten de diepte eruit te halen. Ja, goed, dan gaat de bal door het centrum. De keeper komt uit. Is denk ik net te laat. Dus ja, daar kun je die kaart krijgen. Ja, op dat moment kom je ook al goed weg. En dan moet je met z'n 10, dan moet je net even meer brengen dan je daarvoor gedaan hebt. En daar hadden we ook de nodige moeite mee. Voelde je een beetje dat een beetje de kentering was? De rode kaart voor de keeper? Sporters was dat op dat moment nog niet echt gevaarlijk geweest. Behoudens die risico. Ja, dat speelt ook wel een rol. Maar ik vind ook met een man minder moet je gewoon rustig zijn aan de bal. Je moet veel zuiniger zijn op je balbezit. Je moet meer dreiging hebben naar voren toe. Ja, en het is heel simpel. Kijk, Sportlus speelt van bank. Ja, die spelen van bank. Die gooien de ballen droog in. Als je zo staat te dekken, dan weet je dat de tegenstander gevaarlijk kan worden. Ik denk dat ze zomaar 5-6 ballen vrij erin hebben gegooid van de zijkant. Waar wij te weinig druk op de bal hadden. En als je dan zoveel ruimte weggeeft, ja, dan is het vragen om problemen. En de tweede goal is natuurlijk een individuele ketser. En eigenlijk een ongevaarlijke situatie. En omdat onze rechtsback de bal meeneemt richting zijn eigen goal. Ja, geeft hij eigenlijk een onbedoelde assist op de aanvallen van Sportlust. Dus ja, het is een mixje geweest van organisatie, van niet agressief genoeg spelen en een aantal individuele fouten. Ik denk dat je even stoom af hebt moeten blazen na afloop, of niet? Ja, daar word je niet vrolijk van, dat is duidelijk. Maar ja, goed, je bent met z'n allen verantwoordelijk. Dat geldt voor de spelers en dat geldt ook voor de trainers, zo simpel is het. Hey Jan, dankjewel. En ja, ondanks 3-3, toch veel succes in de toekomst. En spreken we met de aanstaande trainer van de aanstaande kampioen? Nou ja, dat, als we zo spelen als vandaag in ieder geval niet. Jan, dankjewel voor het interview en sterkte. Graag gedaan.